inspiratie, interviews en ondernemerschap. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar Mark Onderneemt. En vandaag heb ik eigenlijk een oude kennis te gast, Onno Kierkels. Welkom in de show. Dankjewel, bedankt. Ik vind het heel tof dat je bent uitgenodigd. Ja, graag gedaan. Mede ondernemer en ook mede deelnemer destijds bij Vadervuur. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin, Onno. Kun jij in het kort vertellen wie je bent en wat je als ondernemer op dit moment doet? Ja, natuurlijk. Nou, zoals jij al zei, mijn naam is Onno, met een E, Onno Kierkels. Ik ben sinds 2014 ondernemer. En ik had daar gewoon met het medewerkerschap, waar ik 6 jaar in had gezeten, was ik een beetje klaar mee. Ik dacht, ik wil gewoon gaan doen waar ik goed in ben, wat ik leuk vind, waar ik energie van krijg. En ik wil bij mijn kinderen zijn. Dus wat ik heb gedaan is toen al meteen is een kwadrant gemaakt. En die kwadrant die kwam van Pat Flynn, passief inkomen expert in Amerika. Ik had een kwadrant gemaakt. Aan Robert Kiyosaki, want die gebruikt er ook een. Ja. Maar dat kwadrant heb ik al van Robert heb ik wel achter mijn hoofd. Ja. Maar deze van Pat Flynn was eigenlijk voor het creëren van een minimal viable product. Okay. Ik had dat toegepast op mijn leven. Dus ik had 4 categorieën gepakt. Rationeel, financieel, gezondheid en plezier of ontspanning. Of zo. Ik weet het niet meer precies. Alright. En ik heb bij elke categorie heb ik opgeschreven wat ik het belangrijkste vond. Nou, ik heb het nou 5, 6 jaar later nog eens teruggepakt. En ik heb eigenlijk alle dingen die ik belangrijk vond, heb ik uitgeleefd. Heb ik voorgeleefd. Ben ik nu aan het leven. Dat is heel mooi. Cool. En een van de dingen was 3 dagen werken, 2 dagen voor de kinderen. Nou, in de praktijk is dat nu verschoven. En dat komt door keuzes die ik heb gemaakt. Nou, wat doe ik nu in de praktijk? Ik heb mijn webdesign business. En in die webdesign business heb ik me gespecialiseerd op online leeromgevingen en online cursussen. Dus ik heb online cursuswebsites.nl. Dat is een platform wat ik net heb opgezet. En daarmee help ik ondernemers om de methode die zij live gebruiken, online te brengen. En helpen, dat wil ik echt zeggen, helpen in de vorm van concreet ontwerpwerk. Ik heb video edit, ik edit video's erbij. We maken een pilot, we bespreken hoe we die pilot in de markt gaan zetten. De e-mail marketing die daaruit voortvloeit. Nou, dat is meestal een lekker langdurig traject. En ik vind het heerlijk om lekker lang met mensen samen te werken. Dat vind ik gewoon tof. Maar dat gaat heel wat verder als wat de meeste partijen in de markt doen. Gewoon één van die elementen. Of alleen de software waarmee je dan zoiets kunt zetten bijvoorbeeld. Ja, exact. Helemaal uit handen dan. Ja, ik neem het uit handen. Maar ik wil het niet overnemen. Nee, precies. De regie, het is natuurlijk niet mijn bedrijf. Dus de regie over het proces ligt bij mij. En de beslissingen die liggen zeker bij de ondernemer. En alles op WordPress gebaseerd. Dus het is ook de bedoeling dat als ze zelf interesse hebben om hun website zelf te gaan onderhouden op termijn, ja, dan moet dat zeker kunnen. Nou, en dat kan dus ook. Dus dat is heel mooi. Cool. Ja, en daarnaast heb ik nog een on-the-site project. En dat is meditatiesvoorkinderen.nl, een streepje zo overal ertussen. En ja, dan maak ik meditaties voor. Eigenlijk gewoon voor mijn zoon, maar ook voor ondertussen 740 andere gezinnen en kinderen. Ja, dat is echt super cool. Maar hoe ben je daar überhaupt zo bij gekomen? Want dat is niet iets wat, zoals ik je van 2 jaar terug ken, wat heel logisch is dat het direct op je pad komt, zeg maar. Nee, dat klopt. Maar 2 jaar terug, toen zat ik een beetje in een situatie waarvan ik te veel in mijn hoofd zat. En als je uit je hoofd gaat en gaat zakken en ja, dan wordt het misschien een beetje spiritueel. Maar ik heb wel die spirituele kant in me. Dus je gaat aarden, je gaat richting je hartsverlangen zitten. En ik merkte thuis gewoon van nou, als ik mediteer zelf, en inmiddels doe ik dat al veel langer dan 2 jaar, maar 2 jaar geleden ben ik er veel harder mee aan de slag gegaan, veel vaker. En ik ging dus mediteren om eigenlijk te aarden.
om weer uit mijn kop te komen, uit mijn hoofd te komen, niet meer zoveel te denken. Nou, en toen zei mijn zoon van toentertijd 5, ja, zoiets, zei: wat ben je mee bezig, papa? Wat ben je aan het doen? Ja, en toen ben ik op zoek gegaan naar Nederlandse meditaties, die waren er niet. En dacht, ja, wat is dit nou weer, man? Ik creëer, ik ben een creator, een maker. Ik ben online zeer kundig. Ik ben met het vertellen van verhalen. Ja, dat kan ik wel als ik het goed voorbereid. Ja, en ik ben super creatief. Dus waarom ga ik het niet zelf doen? En dan ben ik de wonderwaterval meditatie op gaan nemen. Dat heb ik op een internationaal platform gedeeld. Want ja, ik had nog niks neergezet. Mm. Ja, dat ging super. En super wil zeggen dat er binnen een paar dagen 1000 maal naar geluisterd was. Wow. Ja, dan knalt het gewoon, dan voel je die energie en dan krijg je die sensies. Ja, dat is gewoon super tof. Ja, mijn zoon kon er goed bij in slaap vallen. Andere kinderen konden er ook heel goed bij in slaap vallen. En toen heb ik mijn vrouw aangekeken en zei: ja, Onne, dit werkt gewoon heel goed. Ik zeg: ja, dit werkt heel goed. Dan moet je wat mee doen. Dan moeten we wat mee doen. Daar gaan we er nog een paar meer van maken. Ja, nu zit ik echt al op 25 meditaties in een platform. Ja, dat is echt super tof. En steeds komen er nieuwe verhalen en inspiratie omhoog. En zo mooi, want ik kan het gewoon testen op mijn eigen kinderen. En zij luisteren ook altijd als eerste. Het is wel minder erg als producttestomgevingen, zeg maar. Ja, precies. Dit is een zacht product, hè. Dit is een lief product om te testen door je kinderen te laten testen. Kan weinig misgaan. Ja, exact. De hoogste is dat ze heel lang wakker liggen, maar dan heb ik het wel heel fout gedaan. Nee, maar je krijgt wel goede feedback van kinderen. En dat vind ik mooi. Super eerlijke feedback. En je had het over iets van 700 gebruikers van dat platform dan, zeg maar. Maar is het dan een freemium model of hoe werkt het? Ja, het is de eerste 3 gratis meditaties heb je. En daar zitten 700 zoveel mensen in. Die ontvangen een week lang e-mailbegeleiding. Oh, ja. Eigenlijk begeleiding om wel heel waardevol. Dus niet vanuit de salesy kant. Want dat durfde ik niet in te steken bij dit onderwerp. Want het ging niet meer. Dit doe ik echt heel veel op gevoel. Dit product, deze dienst. En dit ging niet werken, merkte ik. Toen ik het wel een keertje had geprobeerd. Ja. Dus ik heb de e-mails helemaal vol met waarde gestopt. Om de mensen een structuur aan te bieden. En op een gegeven moment krijgen ze een aanbod. En dan is het gewoon take it or leave it. En anders kun je gratis gebruik blijven maken van die 3 meditaties. Ja, ja, ja. Dat is gewoon het doel. Mensen verder helpen. En het is echt mijn on-the-side project. En dat er meer mensen gratis inzitten dan dat er kopen. Dat is niet erg. Nee, oké. Okay, maar goed, dat herken ik wel. Dat heb ik met het succes met de e-commerce platform natuurlijk precies hetzelfde. Ja, exact. Laten we eventjes in deze hoek blijven. Wij kennen elkaar van Vadervuur, van Jeroen. Mm-hmm. Dat is Jeroen de praktijkvader. Mocht je iets willen weten, wij hebben die gozers het over. Het is praktijkvader. dus daar hebben we elkaar ontmoet. Een aantal keren gezien en allerlei oefeningen gedaan rondom onze gezamenlijke wens om een betere vader te zijn in essentie. Of om daar het maximale uit te halen als het ware. Dat is mooi. Wat heb jij daar nou echt, want we zijn nu 2 jaar verder ongeveer, wat heb jij daar nou echt uit meegenomen uiteindelijk? Nou, het belangrijkste is, en het zit ook in mijn visie bij het platform, is, en het zit eigenlijk in mijn hele leven, is: leef het voor. Want je kunt er je kinderen heel veel gaan vertellen, maar als je het gewoon laat zien, is het gewoon veel beter. Ja, dat klopt. En ja, bied ze de kans om zichzelf te zijn. Dat heb ik ook, en dat komt... Geef jezelf de kans om jezelf te zijn. Dus ga doen waar je goed in bent. En heb... Ja. Heb een beetje lak aan de mening van anderen. Neem hem mee als feedback. Maar laat hem niet je gevoel bepalen. Nee, precies. En... ik weet niet of je Wayne Dyer kent? Ja, ja, wel eens van gehoord, ja. Ja, die zegt... Je hebt eigen waarde en je hebt andere waarden. Ja, ik leef liever via mijn eigen waarde en met eigen waarde dan op basis van de waarde van anderen. Maar hoe sta je er nu in dan? Want ik weet nog van toen dat je best wel in een uitdagende situatie zat met het bedrijf ook. Dat je dacht van jeetje, hoe ga ik dit blijven doen? Heb ik de steun van mijn gezin nog? Ik heb dat ook al 5 keer meegemaakt, zeg maar. Ik weet precies hoe dat voelt.
En, of moet het niet gewoon weer een baan, bijna als een vies woord. Nu heb ik zelf een part-time baan, grappig genoeg. Moet ik weer een baan gaan zoeken of zo? Ja, nou, het is een beetje een vies woord voor mij ook, hoor. Maar ik wil wel ergens tegen... Ja, ik heb het eigenlijk altijd wel nodig gehad om ergens een beetje tegenaan te duwen. Maar ook nodig om mezelf te bewijzen. En ook nodig om pieken te hebben en dalen te hebben. Want zonder die dalen heb ik geen pieken. Maar het wordt steeds makkelijker om heel dicht bij jezelf te blijven. En ik kan steeds sneller anticiperen op situaties. Dus als ik merk dat ik niet prettig in mijn vel zit, dan is er iets. Of als ik merk dat ik te veel praat, of te veel over onderwerpen bezig blijf, ook in mijn hoofd, dan is er iets. En het enige wat je dan hoeft te doen, is stil te staan. En gaan kijken naar jouw kern. Wie ben je? Nou, en ik heb dat 2 jaar geleden, heb ik echt zo'n heftige periode meegemaakt. En toen ben ik toevallig ook een klant van mij, die heeft tegen mij gezegd van, Onne, kom eens naar mij toe. Kom eens een gesprek. Want zij voelde dat wel. En zij merkte het wel. En dat was een kerntalentenanalist. En ik heb een gesprek gehad over wie ik in essentie ben. Dus wie ik als kind ben, tussen de 0 en 7 jaar. Wat deed ik allemaal? En wat vond ik leuk? En waar liep ik tegenaan? Nou, en door dat te doen, en de koppeling te maken naar talenten, kwam ik achter kerntalenten van mij. En ik kan dus bijvoorbeeld niks met heel chaotische sfeer of onduidelijkheid. Dat vind ik niet prettig. Dus ik zoek daar ook bewust naar om een soort van lineair traject te hebben. Dus het maken van een website, een online leeromgeving en een online cursus. Het maken van een meditatie, het uitgeven. Dus... Koppen en staart ook echt, zeg maar. Ja, maar ik vind het wel, het proces daarin vind ik het allerlekkerste. He, ik wil iets graag functioneel en mooi maken. Dus als zo'n meditatie er is, dan moet die mooi zijn. Maar hij moet ook werken. Ja. Dus er moet een gedachte achter zitten. Als ik een website maak, dan moet die mooi zijn. Maar hij moet ook 100% werken. Maar als hij niet 100% werkt, dan blijf ik er net zo lang aan werken totdat hij dat wel doet. Dus ik ben echt wel een procesman. Ben je dan niet ook stiekem een beetje perfectionistisch? Ja, ik ben wel perfectionistisch, ja. Dat wel. En ik wil het graag goed hebben en ook goed doen. En goed doen, ja, dat voor mezelf, hè. Mm-hmm. Want dan zit je weer op die beoordeling van een ander. Ja, dat klopt. Ik wil er gewoon een goed gevoel bij hebben. Dat is sowieso lastig. Ik bedoel, ik heb het ook laatst nog iets gelanceerd en dan krijg je 2500 verschillende meningen daarover. En dat gaat gewoon alle kanten op. Dus je hebt altijd een gedeelte wie het aanspreekt, een gedeelte wie het niet aanspreekt. Iemand die het allemaal niks vindt. Of iemand die zegt, kan je het niet beter zo doen? Of wat heb je daar nou weer gedaan? Of bijvoorbeeld, ja. Wat ik het altijd wel heb, is ik post heel erg veel. Vooral op LinkedIn bijvoorbeeld. En dan zijn er altijd wel een paar keer per week is er ergens een berichtje waar een D of een T verkeerd staat of zo. Wat niet helemaal mijn sterkste punt is. Ja, heb je altijd klikkelijke taalpuristen die daarop moeten reageren. Ja, dan denk ik altijd van laat maar, ik geef er geen aandacht aan. Ja, precies. Dat is ook het belangrijkste, denk ik. Want degene reageert omdat hij zelf vindt... omdat hij dat belangrijk vindt. Ja. En 2, omdat hij zichzelf belangrijk wil vinden en iets wil toevoegen. En... Ja, goed, dat is zo inderdaad. Maar meestal weet ik al, als iemand daar me op aanspreekt, dan hoef ik ook al niet met die persoon samen te werken, normaal gesproken. Nee, precies, dat heb ik ook. Dus dat is dan, ik heb toppers en floppers en dat zijn dan floppers. Ja, dus die ga je daar niet mee samenwerken. Want dat zorgt ook voor later voor problemen, hè? Ja, nou ja, goed, dat is het hele punt, hè. De kunst van nee zeggen is vaak nog belangrijker dan ja zeggen op dingen. Exact. En daarin ook snel doorpakken. Je kunt beter veel gesprekken hebben, wat vaker nee moeten zeggen. Ja. En dan doorgaan totdat je wel de juiste match hebt, zeg maar. Ja, ja. Nou, daarom is het verhaal wat je vertelt, moet gewoon heel duidelijk zijn van wie ben je. Kijk, met de websites komen er toch nog regelmatig mensen naar mij toe, die de techniek zoeken. Ja, ja. Ja,
Ik vind die techniek, vind ik, ja, sorry, maar ik vind er helemaal niks aan. Ik vind er geen hol aan. En dat was het dan. Hè? Ja, dus wat ik zelf doe, is ik besteed dat uit aan een hostingbedrijf. En het ontwerp, dat doe ik. En de strategie erachter, dat doe ik. Want dat vind ik tof, daar ben ik goed in. Daar komen mensen op af. En de onderwerpen, ik krijg heel veel mensen uit de hulpverlening. Heel veel mensen uit de kinderbranche. Ja, zo zit het nou eenmaal. En ik vind het fijn. En wat op zich ook wel logisch is als je naar je profiel kijkt en hoe je het presenteert. Dus je trekt het ook gewoon aan natuurlijk. Ja, exact. En zo spreek ik ook. En zo ben ik ook. Ja. En ik ben een helper. Dus dan, kijk, als ik een hele heel rechtlijnig zou zijn, of heel erg op de... je kunt niet echt spreken van rechter en linker hersenhelft, maar als ik heel erg aan de linker hersenhelft kan zitten en heel erg analytisch bezig ben, dat gaat niet werken met klanten. Nee. Ik heb het gehad en ik heb het gemerkt. En je kunt heel lang proberen, maar op een gegeven moment dan komt er onvrede. En dat is niet tof. Mm. Daar heb je niks aan. Dus dan moet ik daar lering uit trekken voor de volgende keer. En dan moet ik daar niet meer, als zo iemand toch naar mij toe komt, even kopen. Ja, maar dat is echt zo. Ja, goed. Daar genoeg voorbeelden van. Maar daar gaat niet. Hey, hoe combineer jij het ondernemerschap met kinderen? Want je zei al dat je een paar jaar terug 3 dagen werken en 2 dagen niet. Mm-hmm. Nu ietsje anders. Dus waarschijnlijk dan iets meer werken, gok ik. Ja. Kinderen worden ook groter, dus er ontstaat meer ruimte logischerwijs. Ja. Nou, hoe voelt het voor jou, wanneer voelt het voor jou goed om die combinatie te maken? En hoe hou je de balans? Voor jezelf dan, want wat is balans? Kijk, werk en privé is niet gescheiden bij mij. Ik vind het ook niet erg. In mijn hoofd kan ik het ook niet scheiden. Want als ik in privé ben, dan denk ik wel eens aan mijn werk. Als ik in mijn werk ben, denk ik wel eens aan mijn kinderen. Dus ik kan het of gaan forceren, om er niet aan te gaan denken. Wat, als je het gaat forceren, dan zorgt dat voor een conflict, hè, voor wrijving. Dus kun je het beter gewoon laten. Ja. Dus dat accepteren. En in de praktijk is het zo dat ik iedere ochtend mijn kinderen naar school kan brengen. En mijn vrouw werkt ook thuis. Die zit redelijk in meditaties voor kinderen ook. Ah, cool. Dus het is eigenlijk een beetje een familieproduct. Ik heb gewoon een familiebedrijf. Ja, betrekt toch? Nou, dan wil ik niet alle trubbels die altijd horen bij familiebedrijven. Ja, je krijgt alles altijd, hè? De goede en de slechte dingen. Dat is niet anders. Ja, dat is Maar dan probeer ik tussen de middag de kinderen uit school te gaan halen. En de ene dag wel, de andere dag niet. En na school... Ja, ik doe de deur hier dicht en ze lopen hier wel rond en zo. Maar ze weten dat ze hier niet binnen hoeven te komen. En als ze s'avonds tussen, laat zeggen, 6 en 7:30, ben ik altijd helemaal bij hen. En dan eten we samen. We eten gewoon 3 keer per dag samen. Ja, wie kan dat nou zeggen? Dat hij 3 keer per dag met zijn kinderen samen en bedrijven runt en met zijn kinderen samen eet. Maar je kinderen komen dus ook terug naar huis in de middag? Ja, ze komen zeker terug naar huis, want ze hebben het nodig. Ik heb hier zo'n hooggevoelige, vriendelijke vriend rondlopen van de jaren 7. Van wie zou die dat nou hebben? Nee, jawel, exact. Je ziet het goed. Ja, dus die is helemaal overprikkeld als die op school blijft. Hoe is dat logistiek voor je, zeg maar? Want kijk, wij brengen de kinderen meestal weg en dan in de loop van de middag uit ze weer op. Ja. Als je dan nog 2 keer die rit moet maken midden op de werkdag, dat lijkt me een uitdaging, normaal gesproken, voor de meeste mensen. Voor de meeste mensen wel, maar niet als dat je moet battelen of dat ze gaan lopen of met de step gaan. Want zo ver is het. Het is hier echt 300 meter verderop. Oh, nou ja, oké. Okay. We hebben een mooie wijk. Nee, het is echt heel dichtbij. We hebben gewoon geluk mee, ook met de school. Het is een hele prettige school. Het huis is wel ietsjes kleiner hier. Dus ja. Als wij groter zouden gaan wonen, zouden we verder van school af gaan wonen. Maar ja, dan ben ik minder bij de kinderen. Want dan moet je je huis gaan, de hypotheek gaan fixen. Nou, en dat hoeft nu niet. Dus ja, goed, je kunt je sowieso zelf de vraag stellen van... Wat heb je nodig? Wat wil je? Wat word je blij van? Dat soort vragen ben ik ook vaak mee bezig. Ja. En wat zegt een groter huis? Ik bedoel, wat is het voordeel daar dan van? Als ik naar mijn huis kijk, is het ook wel gewoon, weet je, als je zeg maar een heatmap van je huis zou maken, dan kun je waarschijnlijk wel aanwijzen welke plekjes rood worden en waar bijna nooit iemand komt.
Ja, exact. Ja. Ja, en ook waar de plekken van verbinding zijn. En kijk, Hilde is mijn vrouw en ik hebben best wel wat gereisd voordat we de kinderen kregen. Best wel wat naar Azië geweest. Nou, al die drukte daar, die mensen, die weinige persoonlijke ruimte die je hebt in zo'n land. Nou, kijk, bij mensen waarvan ik hou, vind ik het helemaal niet erg om ook minder persoonlijke ruimte te hebben. Dus een kleiner huis, dan is niet erg. En kinderen willen die verbinding, die nabijheid. En zeker tot een zevende moet de ruimte niet veel groter dan 10 meter uit elkaar zijn. Mm. Kinderen willen toch in die afstand bij je zijn. Ja, dus dan zitten ze te spelen met hun trein of PlayStation of disco te maken. Ja, in de nabijheid van jezelf. Ja. Verbinding. Met jezelf, met je eigen kern en met de mensen die belangrijk voor je zijn. En met je eigen waarde is super belangrijk. Verbinding. Ja, helemaal mee eens. Top. Mooi gezegd. Hey, even terug naar videocursus online. Dat was natuurlijk destijds je hoofdactiviteit. Als ik het goed beluister, zit dat nu meer als onderdeel in het... wat was het ook alweer? Online? Ja, videocursus online is eigenlijk de grote naam. Daaronder hangt onlinecursuswebsites.nl. Juist. En de videocursus online, daar hangt ook meditatie voor kinderen onder. Dat is eigenlijk gewoon mijn KVK-naam. Oké. Dus meditaties voor kinderen is zeg maar ook gebaseerd op de techniek die je gebruikt voor klanten van videocursus online. Ja, exact. En daarmee ook gelijk als een goed voorbeeld. Ja, exact. Ja, ja. Nice. Kijk, ik kan natuurlijk niet iets gaan verkopen waar dat ik zelf een heel ander systeem zou hanteren. Ja, het kan wel, maar het wordt niet aangeraden. Nee, het is een beetje gek. Ja. Nee, dat klopt. Dat is hetzelfde als dat wij Active Campaign gebruiken voor e-mailmarketing en dat we al onze klanten een Mailchimp zouden sturen. Dat zou ook niet logisch zijn. Nee, precies. Dat is helemaal niks. Practice what you preach. Exact, exact. Ja, dat bedoel ik ook. En in het Nederlands noem ik dat levert voor. Ja, precies. Maar dat is echt wel een hele goeie. Ja, want je geeft gewoon het voorbeeld als ouders. En even makkelijk scoren in dit geval. Ik was een tijdje terug met mijn oudste zoon voor de eerste keer naar het Kuip. Met een wedstrijd van Feyenoord. Niet dat ze dan winnen of zo, want dat plan je al jaren natuurlijk. Maar het mocht niet zo zijn. Anyway, dat maakt voor zo'n kind niks uit. Want die heeft de dag van zijn leven. En de weken daarna was hij elke dag, als hij tv-tijd had, ging hij Feyenoord kijken natuurlijk. Tuurlijk. Wel, en dan... En de invloed die je hebt als ouder, die gaat heel erg ver daarin. Want ja, als ik voor Ajax was geweest, of voor PSV, of voor weet ik veel, Utrecht, dan had het precies hetzelfde geweest. Tuurlijk. Als ik met hem was geweest naar een tenniswedstrijd, omdat ik dat leuk vond, en dan was hij daar fan. Dus, dus dat vormen van dat kind, het gaat helemaal niet zozeer over het onderwerp, of het concrete ding wat je doet, maar meer het gevoel wat daar omheen hangt. Ja. Kun je met heel veel dingen creëren, zeg maar. Ja. Ja, en wij zijn voorbeelden, we zijn rolmodellen. En hoe ouder de kinderen worden, hoe groter de wereld wordt en hoe belangrijker dadelijk andere mensen worden. Dus je krijgt andere rolmodellen. Maar nu ze zo jong zijn, ja, wees jezelf bewust ervan wat je doet. En positief en negatief. Als ik hier beneden met mijn telefoon zit en ik ben mentaal niet aanwezig en ik zit op dat ding te staren, ja... Ja. Ga ik een keer terugkrijgen. Ja, nee, dan maak ik me helemaal nooit schuldig aan, joh. Nee, hè? Nee. Het past niet bij me, continu op mijn telefoon. Ja, weet je wat ik heb gedaan? Ik dacht, ja, ik heb die meditaties. Ik dacht, ja, ik kan iedere keer mijn meditatie aan gaan zetten en zo'n Bluetooth-boxje neerzetten. Of ik kan gewoon die twee knapen gewoon een telefoon geven op hun eigen kamer. En daar luisteren ze de meditaties op. Dus ze hebben gewoon een eigen telefoon. Hoe is de telefoon van papa niet meer? En ze zijn 4,5 en 7. Ja. Ja, ze kunnen er niet meer bellen. Ze kunnen niet meer whatsappen. Ze kunnen er ook meditaties mee luisteren. En het is ook een vertrouwen als ze s'avonds in bed liggen en ze zijn in slaap gevallen na aanleiding van die meditatie. Neem ik gewoon de telefoon mee. Leg hem op een plekje waar dat die altijd ligt. En dan hebben ze ook niet de afleiding in de ochtend om ermee te gaan spelen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja, helemaal herkenbaar. Hey, bij die meditaties voor kinderen, hoe pak je dat qua marketing aan? Want die 700 leden, die komen niet vanzelf. Nee. Heb je een specifieke aanpak? Of zorg je ervoor dat er altijd campagnes draaien? Of hoe doe je het? Ja, beide. Ik heb
We hebben één, voor de mensen die lid zijn, hebben we een maandelijkse nieuwsbrief. Daar zit altijd waarde in. En er zit ook wel altijd een verkoop in. Dus altijd een aanbod in. Het is eigenlijk altijd hetzelfde, het aanbod. Dan hebben we kleine, korte dingen of momenten. Zoals een verjaardag, heel dus een junijaar geweest. Of een wedstrijdje hebben we ook gedaan laatst. Maar een hele goede is een samenwerking. En dat is ook weer zo mooi. Een van mijn klanten is Janneke van Olven, een hooggevoeligheid. Of gevoeligheid grootbrengen.nl. En zij gebruikt, zij spreekt enorm veel mensen in Nederland die binnen mijn doelgroep vallen. Ja. Dus zij spreekt over meditaties voor kinderen. Okay. En zij heeft met mij een samenwerking aangegaan. Ik heb een meditatie met haar gemaakt. Ja, dat leverde gewoon onderhand al 200-300 inschrijvingen op. Kijk, dan gaat het hard. Ja, precies. En ja, het iemand die er echt voor gaat staan. Dus ik ben ook super dankbaar voor natuurlijk. En ja, dat is ook gewoon tof. En ik, ja, we zijn op meerdere manieren verbonden. Want ze is bij videocursus online met de webdesign. Is ze ook verbonden met mij. Maar het is ook gewoon organisch ontstaan. Het is gewoon ontstaan. Gewoon omdat het meant to be was. Ja, maar dat. Maar wat is vaak zo dat soort samenwerkingen ook gewoon ontstaan in je netwerk. Mensen die je wat langer kent of wat vaker al wat mee gedaan hebt, voor gedaan hebt. Ja, dat is wel echt een groot verschil tussen online en offline marketing. Of misschien wel die combi. Weet je wel, mensen die je spreekt vanuit online leads. Die gewoon puur alleen online komen. Dat is altijd veel harder werken om iemand om een samenwerking op te starten, zeg maar. Helemaal dat ze daarmee binnenkomen. Ze kennen je nog niet echt. Ja, totaal andere manier van doen en sales. En wat jij zegt in die situatie wat jij aangeeft. Dan heb je natuurlijk die gunfactor ook die een rol gaat spelen. Ja, absoluut. Maar daarnaast moet je wel gewoon bewijzen. En moet je wel gewoon goede diensten en producten hebben. Goede communicatie hebben. Anders houdt alles op, hè? Ja, exact. Ik ga niet iemand promoten waarvan het product ruk is. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik wou het al bijna ook zeggen. Maar ik ja, we kunnen ook wegpiepen. Piep! Ja, dat doe ik niet. Dat doen we niet. Nee, en je vroeg ook nog, draai je campagnes? Ja, en op dit moment draai ik zelf een campagne. En die draai je best wel goed. Tenminste, ik vind het best wel goed. En daar komen dus wel wat leads op. En voor 0,03 cent heb ik weer een nieuwe zichtbaarheid. Dus dat is wel mooi. En die draai ik één keer per maand ongeveer, een week. Dat is het. En dat doe ik eigenlijk pas vanaf maart. Dus dat is echt nog proberen geweest. En ik gebruik een beetje de techniek van Jurie Meuleman. Klein beetje. En de e-mail marketing. Ja goed, door al die jaren heen heb ik best wel wat online marketingkennis opgedaan. Stiekem wel, hè? Ja, natuurlijk. Dus het is eerder dat je echt moet kiezen van wat wel en wat niet. Dan, wat moet ik gaan doen? Ja, dat is wel zo, ja. Dus en ja, ik heb natuurlijk ook al wat trainingen gehad bij Nissan Deneta en Laura Babliowski. En ja, dat neem je allemaal mee. Het belangrijkste is, vertel je verhaal in de marketing. Hè. Vertel je verhaal, dan maakt het niet zoveel uit wat voor marketing je doet. Maar vertel je verhaal, wees consistent. Ja. En ga er volledig met je hart in. En dat gaan mensen echt voelen. Ja, maar dat is wel mooi dat je dat zegt, hè? Want je kunt het natuurlijk heel erg pragmatisch bekijken en stappen in een funnel en al die dingen die erbij horen. Dat is er ook allemaal wel. Ja, zeker. Maar inderdaad, als je dat gevoel er ook in kan leggen, mensen ook daardoor die oprechtheid gelijk oppakken. Ja. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan in je video's zo zijn, dat kan in je teksten zo overkomen of hoe snel je reageert op dingen, noem het allemaal op. Ja. Dat heeft uiteindelijk ook wel zijn effect. Ja, exact. Nou, we kunnen in Nederland nog wel wat leren qua klantenservice en zo. Hè? Je zegt nog eventjes hoe snel je kunt reageren. Maar ik heb nou een hostingplatform en ik downloadde een e-book. Zij belden me echt 10 minuten later meteen op. En echt iedere dag, en dus echt marketing, hè. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik ben verkocht. Ik heb altijd zelf de beslissingen kunnen maken. Nu heb ik dat aangekocht. Nu gaan ze me die add-ons nog verkopen, hè? Die toevoegingen. Ja, ja, ja. Ja, dat blijven ze even doen. En ze zien ook de signalen als ik in de chat, in de hulpchat wat vraag of zo. Ja, ja.
Ze gaan me gewoon contacten. Maar ik vind het zo mooi, want ze proberen me verder te brengen. En ik heb niet het gevoel dat ze me proberen te manipuleren of dat ik een nummer ben. En natuurlijk, ik ben wel gewoon een nummer op een omzetlijst. En ja, ik krijg er wel waarde voor. Ja, dat is wat het is. Weet je, als hetgene wat geleverd wordt jou verder helpt en waarde biedt, dan is het ook een bepaalde prijs waard over het algemeen. En dan is het ook niet erg, dus om verkocht te worden als het ware. Ja, exact. Hey, ik ga naar mijn laatste vraag, want de klok tikt. Ik vond dat heel leuk. Dit moet ik door. Ja. Dat is altijd het jammer, maar goed, we moeten er toch een beetje op letten. Onne, als je wel eens hebt geluisterd, dan ken je de vraag. Wat zou je doen met 1000 pingpongballen? Ja, ik ben creatief en zo. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Je overvalt me. 1000 pingpongballen. Ja, er zijn allerlei plekken waar je ze in kunt stoppen, maar laat ik zo'n antwoord niet geven. Zijn alle luisteraars denken nu iets anders als het goed is? 1000 pingpongballen. Ik zou ze verven met lichtgevende verf, touwtjes eraan maken en ophangen in de kamer van mijn zoontje als planeetjes. Dat is cool. Dat is cool. Ja. Top. Gaan we doen. Stuur me op. Nou, wacht even. Even voor de kijkers als voor de luisteraars. Dus praat jij even 5 seconden vol, Onne? Ja, ik praat al 5 seconden vol. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen met zijn ballen. Man met ballen is het wel. Dat is wel duidelijk, die Mark. We zullen zien. En daar ben ik weer. Kijk, zo heb ik ze gekregen. Als je het over de fluoriserende kleuren en dat soort ongein. Ja, precies. Alle kleuren van de regenboog. Super cool. Ja, en hang die dan op de kamer. Werven, die zijn gelijk klaar. Ja, ik wil net zeggen. Ja, ik heb hier van die planeten. Het is wel grappig, hè? Het is niet... En die zijn wel heel groot van papier-maché. Maar ja, papier-maché, ja, precies. Ja, pingpongballetjes. Gefluoriseerd. Zo is dat. Hartstikke goed. Bedankt voor je tijd. Vond het een inspirerend gesprek. Altijd weer leuk om dingen te kunnen leren van mensen. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je nog mee wil geven aan mijn publiek? Waar moeten mensen heen als ze meer willen weten? Ze moeten het voorleven en ze moeten naar de kern van hun eigen wensen. Naar de kern van hun eigen persoon. Daar moeten ze heen. Oh. En als ze wat meer willen weten van meditatie voor kinderen, dan zal ik de link even geven. Dat is meditaties-voor-kinderen.nl. En op korte termijn ook in het Engels. Dus dat is ook heel cool. We gaan de .com-versie doen. En op onlinecursuswebsites.nl. Daar kun je terecht voor het platform. Als je met mij wil samenwerken om je eigen online onderneming te laten groeien met online cursussen. Top. Onne, dankjewel. Iedereen ook weer bedankt voor het kijken of luisteren. Tot volgende week.